Op vrijdag 25 augustus 2023 zag ik Joost Vullings, de politiek commentator van 1Vandaag en ook voorzitter van de parlementaire persvereniging, die zag ik lopen ter hoogte van de brasserie van het Mauritshuis. Ik sprak hem even aan. Kijk even naar het volgende fragment. Joost, mag je een vraagje stellen? Liever niet. He, dat gaat, ja, je hebt het verhaal van Lisa, heb jij aandacht aan besteed? Ja. Weet je nog? Ja, ik ben in de rechtbank geweest en Lisa heeft verklaring afgelegd bij de rechter. Ja. Wil je document ontvangen? Nee, maar je hebt zelf aandacht eraan besteed in je podcast. Ja, dat weet ik. Maar ik heb, zij heeft verklaard dat ze verkracht is. Ja, dat snap ik. Nee, maar dat is niet in de pers gekomen. En ik zou willen dat de pers er aandacht aan besteedt. Ja, ik was jou al dankbaar dat jij en Xander daar aandacht aan besteden. Maar daar heb ik toen toch ook gezegd wat zij ervan vond. Wat zeg je? Daar heb ik toen ook gezegd wat zij ervan vond. Dus wat zij ervan vond? Wie bedoelt? Dat zij vindt dat ze wat haar is overkomen. Ja. Tot in detail, maar dat is wat daar verteld. Ja, maar ze hebben het nu bij de rechter verklaard. Ja, dat snap ik, maar dat maakt de werkelijkheid niet anders natuurlijk. Nee, maar het zou mooi zijn voor een stukje onderzoeksjournalistiek. Ja, nee, oké. Maar. Nou ja, fijn weekend. Hetzelfde. Dag. In het najaar van 2021 hebben Joost Vullings en Xander van der Hulp mij in hun podcast een complotdenker genoemd. Maar even later hebben zij een podcast gewijd aan het verhaal van Lisa. Forum voor Democratie heeft dat op hun website gezet op YouTube. Dat laat ik jullie zo meteen zien in deze opname. Maar ja, het is natuurlijk heel apart dat ik zo in een hoekje werd gezet als complotdenker. Het verhaal van Lisa, dat is niet zomaar een verhaal, dat gaat over kindermisbruik. En hun collega Sanne Terlinge, die heeft daar een grondig onderzoek gedaan van meer dan een jaar. En die heeft documenten en bewijzen waaruit het misbruik blijkt. Maar de aangiftes gingen in de doofpot en werden van tafel geveegd. En daarom vroeg ik aan Joost, misschien ietsje meer onderzoek doen. Kijk nu even naar de opname van de FVD. Althans, de podcast van Vullings en van der Hulp uit het najaar van 2021. Ik hoor de laatste tijd, als ik Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie in debat zie, ja, dan heeft hij het heel vaak over satanisch ritueel kindermisbruik. En ik denk iedere keer, waar heeft hij het er toch over? Vlak voordat het coronadebat begon, was ik bij de plenaire zaal. Toen was daar weer een debatje over. Kreeg hij het ook aan de stok met Grapperhaus. En dat kwam omdat Van Meijeren het volgende zei. Er ligt inmiddels zoveel bewijs op tafel waaruit blijkt dat sadistisch ritueel kindermisbruik in het algemeen of satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder ook in Nederland voorkomt. De wijze waarop dit onderzoek nu plaatsvindt deugt echter van geen kant. Het vindt namelijk plaats onder de absolute controle van het ministerie van Justitie, terwijl juist ook ambtenaren van dat ministerie door vele slachtoffers beschuldigd worden. Ja, en die beschuldiging richting de ambtenaren van justitie, dat schoot bij minister Grapperhaus in het verkeerde keelgat. Ja, voorzitter, ik begin met een ordepunt. Er is gezegd door de heer Van Meijeren dat hogere ambtenaren van mijn ministerie worden beschuldigd van betrokkenheid bij ernstige zedenmisdrijven. En ik wil echt voor het eind van dit half uur naam en paard en weet ik veel die dingen heten. En dat ook gesubstantieerd hebben. Er zijn grenzen. Dit accepteer ik niet. Echt, ik accepteer het gewoon niet. Ik weet niet hoe we dat gaan oplossen, want ik geloof dat u straks nog een debat met mij heeft. Maar ik vind dit in een rechtsstaat. Ik zie dat iedereen rustig blijft zitten. Ik vind het schunnig. Ja. Hij had eigenlijk gehoopt dat dus andere fracties er iets van zouden zeggen. Ja. Dat deed alleen Anne Kuik van zijn eigen partij, het CDA. En die zei na afloop van ja, haar idee is dat collega's blijven zitten vanwege de filmpjesangst. Dat je dan een filmpje van Forum voor Democratie
terechtkomt. Dus ja. Dan denk ik, collega's, ik blijf zitten. Of dat het misschien allemaal zo erg op verzinselen gebaseerd is dat je niet weet waar je moet beginnen met het ontkrachten. Ja, maar dat is het helemaal niet grappig. Ik denk, waar heeft het iedere keer over? Maar dit is dus wel een echte kwestie. Ja, want er is een onderzoek. Ja, ja, dus ik ben vertel dat dus... even hoe dat zit. Nou, het komt van Argos van vorig jaar. Dat was een uitzending gemaakt door Sanne Terlingen. Nou, ken ik echt als een hele goede en degelijke journaliste. Heeft ooit een keer eerst een aflevering van Argos gemaakt over een meisje Lisa. En die had dus aangifte gedaan van zo'n echt satanisch seksueel misbruik. Hè, met rituelen daaromheen. Dat is door de politie gewoon afgedaan als te bizar en te onwaarschijnlijk. En zij heeft die zaak van het meisje bekeken en dacht, ja, er zijn toch echt wel vreemde dingen. Aanknopingspunten voor de politie waar ze echt wat mee wat had moeten doen. Nou, heeft ze een uitzending van gemaakt. Daar kwamen reacties op. Dat heeft geleid dat ze met deskundigen een enquête heeft gemaakt. En daar kwamen dus 140 reacties op van potentiële slachtoffers. En zij is eigenlijk bijna al die zaken helemaal gaan uitzoeken. Het gaan kijken, proberen te falsificeren, het dood te checken, zoals wij als journalisten zeggen. Maar dat lukt bij heel veel punten gewoon niet. Dus zij van ja, er is toch in haar ogen toch echt wel iets aan de hand. En in de ogen van de Kamer kennelijk ook. Ja, maar dat die aflevering, als je dat wil zien en ook hoe zij dat onderzoek toelicht, dat kan je vinden op de website van Argos. Als je glasscherven en duistere rituelen intypt, dan kan je dat filmpje kijken. Nou, dus de politiek trok toen aan de bel, leidde van uiteindelijk tot een motie van SP GroenLinks en Partij van de Arbeid. En die hebben aan Grapperhaus gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, want zo doen we dat in Nederland. En die heeft een commissie ingesteld. Ja. En, maar ja, dat is nu het punt. Uiteindelijk is Forum ook op die zaak gesprongen. En die zegt, ja, hoe kan zo'n commissie nou onafhankelijk zijn? Als die door justitie zelf in het leven wordt geroepen. Ja, en dat... Maar de suggestie is er ook dat ambtenaren erbij betrokken zijn. Dat komt uit een brandbrief die 20 GGZ-medewerkers laatst aan het ministerie en aan de Kamerleden hebben verstuurd. En die zeggen van, ja, daar zijn dus mensen, politiemensen, justitieambtenaren bij betrokken. Daarvan zeggen mensen zoals Michiel van Nispen, Elisa Westerveld, van de SP en GroenLinks. Ja, die zeggen dan van, ja, dat zijn verhalen, dat weten we niet, daar kunnen we niks mee. Ik bedoel, daarom heb je ook een onderzoek. Maar die zeggen van, ja, als je dus, dat zaait wel twijfel over dat onderzoek. Want zij zeggen, ja, wij hebben als Kamer gevraagd om een onderzoek in te stellen. Dan doet de minister dat. En dan zouden we het verkeerd vinden. Wat ze wel vroegen, Michiel van Nispen van de SP, die zei van, waar heel veel wantrouwen in zit, dat als zo'n onderzoek af is, dan wordt het al het eerst aan de minister gestuurd en die stuurt het aan de Kamer. En dat leidt tot heel veel wantrouwen. Dus van Nispen zei, laat die commissie het nou direct aan de Kamer sturen. Dan kan die suggestie dat de minister daar nog in zit te strepen of zit aan te vullen, dat gebeurt niet. Dat vertrouwt u op, maar dat kan je dan wegnemen. Dus wat dat betreft was de reactie van Grapperhaus op Van Meijeren eigenlijk niet zo goed. Want dat onderzoek, dat kan ook goed gedijen als potentiële slachtoffers die commissie vertrouwen. Want je moet een ontzettend moeilijk, pijnlijk verhaal gaan houden. Ja. Dus wat dat betreft vind ik dat niet handig van Grapperhaus. De vader van Xander van der Wulp is Gerard van der Wulp. En die was begin jaren 80... woordvoerder van fractievoorzitter Ruud Lubbers van het CDA. In die tijd gingen er meerdere pedo-schandalen de doofpot in. Onder andere kinderrechter Ruup, dat was de vicepresident van de Haagse rechtbank, dat was een serieverkrachter. Yvonne Kuls heeft daar een roman over geschreven. Maar rond die tijd was seriekindermoordenaar Koos Hertogs gearresteerd. En die had een homoseksuele relatie met vicepresident Cornelis Tolk, ook van de Haagse rechtbank. En de man van Hella Haase heeft daar ook een brief over geschreven en een verklaring afgelegd bij schrijfster Yvonne Kuls. Dus Gerard van der Wulp, de vader van Xander van der Wulp, is kennisdrager van gigantische doofpotschandalen. En die werd later ook directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Xander ging al jong in Den Haag werken. Xander weet ook wat er allemaal is gebeurd en wat er allemaal loos is. Maar ze publiceren er niet over. En dan zetten ze de brenger van het nieuws, ik dus. Die maken ze uit voor maar dat is helemaal niet waar, Xander. Je moet de waarheid, je moet het verhaal naar buiten brengen. En dat is een afschuwelijk verhaal. Ik zou zeggen, maak een vervolg op het verhaal van Lisa. Ik kan je ook documenten aanleveren. Sterker nog, ik heb bewijzen ingeleverd bij landsadvocaat Pels Rijken. En bij de Raad van State. En bij Rutte. En bij de Koning. En vlak daarna werd ik gearresteerd. En toen had Rutte aangifte tegen mij gedaan.
Maar in het dossier van die aangifte van Rutte, daar zitten ook appjes van mij met Yvonne Keuls, de oma van Lisa, Lisa zelf, Pepijn van Houwelingen, Esther Ouwehand, Guidi Markeshoer. Dus een knotsgek dossier. Het ging vandaag over het verhaal van Lisa en Joost Vullings. Kijk even naar Gideon van Meijeren, die in januari 2023 ook aandacht besteedde in de Tweede Kamer aan het verhaal van Lisa. Check het even. Heel bijzonder. Een paar jaar geleden deed een 15-jarig meisje bij de politie aangifte van stelselmatige verkrachting. Gepleegd door haar vader en een netwerk van andere mannen. Hooggeplaatste mannen, ze noemden namen van advocaten, een topman van een groot bedrijf en een topambtenaar van het ministerie van Justitie, de heer Joris Demmink. Ze zou als gevolg van de verkrachtingen onder meer zwanger zijn geraakt en zijn bevallen van een baby, waarna het babytje zou zijn vermoord. Dit meisje, Lisa, niet haar echte naam, werd niet geloofd door de politie. Ze zou de verkrachtingen en het verhaal van de bevalling volgens de politie uit haar duim hebben gezogen. Case closed. Schaamteloos onder het tapijt geschoven. Er zou geen bewijs zijn dat het verhaal van Lisa ondersteunde. Maar dat bewijs was er wel. Een bedrijfsrecherchebureau trof kinderporno aan op de laptop van de vader. Meerdere gynaecologen die Lisa medisch onderzochten hebben in officiële verklaringen met absolute zekerheid kunnen vaststellen dat zij inderdaad zwanger is geweest en is bevallen van een baby. In trauma gespecialiseerde therapeuten van de GGZ die Lisa onderzochten, die constateerden dat aan alle signalen van zwaar traumatisch seksueel misbruik was voldaan. En journalisten van het VPRO-programma Argos toonden aan dat het politiedossier bol stond van de ongerijmdheden en dat er met bewijsmateriaal geknoeid was. De moeder van Lisa die startte een artikel 12-procedure bij het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Maar van de rechter mocht zij geen bewijsmateriaal indienen. En zonder dat zij überhaupt gehoord werd, werd het verzoek door de rechter afgewezen. Later bleek dat de rechter die deze zaak voorzat goed bevriend was met die topambtenaar van justitie, Joris Demmink, die onderdeel van dat dadernetwerk zou zijn, terwijl de rechter eerder aantoonbaar had gelogen dat hij die topambtenaar zou kennen. Ik heb 30 jaar onder contract gestaan bij justitie en werkte op het terrein van het Scheveningse gevangeniscomplex. Ik werkte met kindermoordenaars, met babyverkrachters, met kinderverkrachters. En ze kennen mij ook allemaal persoonlijk. En ik ook, ik ken ook hun dossiers. Ik keek er ook wel eens in. En ik maakte rapportages over deze mensen, deze moordenaars en deze verkrachters. Maar ik heb ook documenten ontdekt, toen de tijd al in 1992, in zaken Koos Hertogs. Ik heb Volkert van der Graaf, die was op de B3 van de gevangenis in Scheveningen, die was de raadsman, de juridisch adviseur van seriekindermoordenaar Koos Hertogs. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien dat hij hem advies gaf, Koos, tot afgrijzen van een van de gebroeders Anker, die de advocaat was van Koos Hertogs. Maar Volkert ging toen de zaak overnemen. Het zijn pedo-schandalen die al decennia lang in de doofpot zijn gegaan. En er deed ook een de topambtenaar uit het verhaal van Lisa, die deed op 16 november 2021 aangifte tegen mij in dossier Koldenhoven. En op diezelfde dag deed Rutte voor de tweede keer aangifte tegen mij in dossier Apeldoorn. Dus alles doorkruist elkaar. Maar Rutte deed aangifte tegen mij toen lag er al een geheim dossier tegen mij klaar. Maar dat begon met valse aangiftes van inspecteur-generaal Henk Corvinus. Ik wil nu wel te veel vertellen. Het gaat erom. Joost Vullings weet dus het een en ander van het verhaal van Lisa. Maar Joost, ga eens aan het werk. Ga eens onderzoek doen. Jullie worden betaald met belastinggeld. Dat moet je even niet vergeten, hè? Hurry up, hè? Joost, volgende keer stel ik weer een vraag aan je. En dan moet je niet zeggen van liever niet. Dan ga je gewoon lekker met mij in gesprek. Fijn weekend. En de ondersteun moet een keer boven komen. Als het aan mij ligt, gaat dat snel gebeuren. Die topambtenaar, die oud-topambtenaar die aangifte tegen mij deed in de zaak Koldenhoven,
Die had ook nog enkele privileges. Die werd thuis bezocht door rechercheur C527. Inspecteur, rechercheur, geheimagent. En die oud-topambtenaar begon over dat ik... Die begon over Bijbezin, maar ook dat ik een relatie had gehad met de huidige vrouw van Sander Dekker. Althans toen in november 2021. En ja, dat klopt wel. Ik heb samengewoond met Marieke. En die is nu, die was toen ik gearresteerd werd, de vrouw van Sander Dekker, de minister. En die minister heeft mij eervol ontslagen. Begrijpt u het nog? Ik wel. Ik laat nu een fragment zien uit de aangifte van de oud-topambtenaar. Joost, mag je een vraagje stellen? Liever niet. Dat gaat, ja, je hebt het verhaal van Lisa heb jij aangegeven.